de opname starten. Goedemiddag minister, u mag vandaag van Doetinchem tot Zevenaar rijden met een GTW Breng. Start de trein op en laat de passagiers instappen. Vertrek om 12:08 naar Doetinchem, de Huut. Dus nou even van pauze af. Doe even de deuren openen. En zoals het scenario zei, gaan we vandaag naar Zevenaar. Dus daar zet ik dan ook dat ding even op, Zevenaar. Zal waarschijnlijk ergens helemaal achterin staan natuurlijk, Zevenaar. Venlo, Winterswijk, Zevenaar. Hoppakee. Mooi hoor. De frontzijnen aandoen. Alle twee. Nee, alle twee niet. Maar ik bedoel dat we niet de rangeerlichten hebben ofzo. Dat kan natuurlijk niet. Zo, doen we een screenshot uiteraard. Eens eventjes kijken. Ik haal even de chat er weer bij. Niet meer aanpasbaar, vraagteken. Dat heb ik net niet goed meegelezen, denk ik. Wat ga je doen als je 4000 abonnees hebt? Heel blij wezen en zo. Hé, hey, waarom gaat... Oh. ATB. Doorneman. Oh, mijn sein staat nog op rood. Maar ik weet niet waarom. Waarschijnlijk komt er nog een trein aan of zo. Zo. Even een richtingsschakelaar neutraal. Je hebt er nu 3910. Ja, ik hou het niet zo erg bij hoor. Ik kan wel dingen plaatsen, maar bij het opslaan loopt mijn RW vast en daarna opnieuw starten is het geplaatst weer weg. Oh jee. Dat komt omdat hij zo groot is. Ja, als je inderdaad zoveel verschillende richtingen gaat, van Arnhem helemaal naar Winterswijk en dan door naar weet ik wat heen. Dat is inderdaad best wel groot, ja. En dat is het nadeel dat je maar 32 bit programma's hebt. Dat is best wel jammer. Ben ik echt helemaal met jullie eens hoor. 64 kijkers. Nou, dat maakt op zich niet uit. Ik vind het altijd leuk als er mensen erbij zijn hoor. Sorry jongens, ik moest even van PC wisselen. Was de link voor de... Oh, voor de link van Nederland vertaal. Oh, oké. Okay. De Arriva naar Winterswijk komt aan. Ja, dat klopt. Die staat hier mooi aan de rechterkant. Wij moeten momenteel wachten tot wij mogen vertrekken uiteraard. Ik moet wel zeggen dat mijn Gmail mooi volgespamd is. Dus we hebben nieuwe volgers. Dat is wel leuk. Die vertrekt om 12:07. Oké. Okay. Wij vertrekken om 12:08. De Breng van 7 naar Arnhem vertrekt om 12:08. Ja, daarom moet ik dan vertrekken inderdaad. Start je de opnames wel op? Die heb ik al gestart, TS-fan. Dat is helemaal goed gegaan. De opnames die... Oké, de deuren van de G2 naast ons die gaan al dicht. En zoals al gezegd werd door NL-Jur, vertrekt momenteel inderdaad de G2 naar Winterswijk. Jij was en laatst toch ook toen ik ineens 200 plus kijkers had. Jammer genoeg waren het maar in het echt 30 kijkers. Ja, Ruup, ik weet het inderdaad nog. Ik stond er echt helemaal van te kijken. Ik vond het echt heel grappig hoor, daar niet van. Maar helaas dat het niet echt was. Ik had het heel mooi voor jou gevonden. Als je ook bij Matt Pedersen in de dingen kwam te zitten. En dat je dan in één keer 500 hosts mee had genomen ofzo. Dat was best wel vet geweest. Maar jammer dat het niet echt... dat het niet echt was. Maar voor het... Ik vond het voor het moment ik het wel leuk eigenlijk. Moet ik even eerlijk zeggen. Nou, gaat als aan deze kant zitten, denk ik. Ga nu naar Doetinchem, de Huut. Nou, gaan we terug naar de cabine heen. Want we rijden namelijk met de Doorneman. Dat ga ik echt niet doen zonder... als ik even in de cabine zit te koekeloeren. Ik zag vandaag een video van de nieuwe Flirt door Arnhem Duisburg. Nou, kijk aan. Die dingen die worden natuurlijk ook hier geleverd, hè. Oh, ik zat op de chat te letten in plaats van op de rest. Zo. Klik, 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 klik. Ja, dat ja. Honderd. Oh, graag. Eens even kijken. What for language?
Wat had je trouwens gewonnen, Rob? Ik heb geen idee waar het nu over gaat eigenlijk. Wanneer heb jij een meeting? Ik zit echt niet op te letten, hè, jongens. Ik rijd te snel. Geel zijn, ja, dat is waarschijnlijk heeft dat mee te maken omdat het volgende zijn zo'n start-stop zijn is dat. Die gaan normaal gesproken echt op groen als de trein ook weggaat, zodat de overwegen niet onnodig naar beneden heen gaan, maar dat is natuurlijk hier niet altijd. Zo, dames en heren, station Doetinchem de Huut. Zo, even langzaam het station binnenrijden. Björn, je moet zo stoppen. Ja, dat klopt, weet ik. Bij de huur moet het inderdaad, dat klopt. Buspotter Channel is hosting you, dankjewel. Wielslip, donderen en op, joh. Gek. Zo, en dan gaan de deurtjes zo meteen even open bij mij. X-Shooter is hosting you, dankjewel. Afgelopen vrijdag heb ik een giveaway gewonnen bij Matt en ik heb de WCML Trent Valley gekozen. Zo, doe maar. Wel, ben je wel mooi goed mee bezig. Hoe vaak, ik vraag me af, hoe vaak doet Matt eigenlijk zo'n giveaway dan? Dat zou ik wel eens willen weten. De screen loopt nog steeds bij mijn groep, Joran. Dat is goed om te horen, Bert. Oh, ging de deur precies om 17:00 open, ja? Nou, dat hou ik echt niet in de gaten. Ah, ik vraag me alleen, hoe vaak heb je dan zo'n mooie giveaway namens me? 2 keer per week? Of... Oké. Ga nu naar Weel. Oké. Nou, we moeten eerst dat sein al even langzaam benaderen volgens mij. En dan zal hij in technische zin automatisch op groen moeten gaan. Dacht ik. Ik hoef dat goed dus niet op tap te drukken, maar hij moet normaal gesproken gewoon automatisch op... Ja. Precies. Jurgen02 is now hosting you. Dankjewel. Vrijdag toen TPST begon, had ik er al geen zin meer in. Arriva heeft vriendelijke treinpersoneel. Die conducteurs van Breng komen gelijk met z'n vieren. Die kijken je zeer boos aan voor een kaartje. Misschien hebben ze er een hele dag geen zin in. Dat kan natuurlijk ook, hè. Koerscontrole erop. Zo, en dan gaan we nou lekker op weg naar station Weel. Als je gewoon een kaartje koopt, heb je er toch geen problemen mee? Nee, dat lijkt me ook niet inderdaad. Gewoon netjes altijd een kaartje kopen. Niet stiekem hoe heet het ook weer? Zwart rijden, dus niet netjes. Dit is de 6e keer van mij in 9 maanden. En ik heb 2 keer bij DTG gewonnen. Jongen, hey, somebody's a lucky bastard hier. Goeiedag, hey. En maar winnen. Is ook niet erg, maar wel leuk voor je. Ruup heeft giveaway hacks. Ja, je zou bijna wel zeggen inderdaad, ja. Oh, Twitch plays Train Sim, oké. Okay. Je kruist zo dadelijk een collega van Breng op Weel. Oké. Wat de hel?
Hallo? Wat zijn dat, suicide auto's of zo? Goeiedag zeg. Voor mij zijn die gewoon een beetje levensmoe, of niet dan? Ja, klopt, daar is de kruising, daar is de andere breng. Nog even snel doorrijden, inderdaad, ja. Waarom krijg je dan altijd meteen weer wielslip? Raar iets. Had net twee spoorlopers. Ben je levensmoe? Ga naar Wil toe. Ja, dat komt er wel een beetje op neer, ja. Ben je levensmoe? Ga maar naar Wil toe. Doei. Links goed leggen is de sleutel tot succes. Daar heb ik allemaal geen verstand van. Ik ben niet een routebouwer. Scenario's bouwen kan ik nog wel, maar daar houdt ook wel een klein beetje mee op eigenlijk. Voor routebouwers heb ik altijd respect. Ga nu naar die dam. Welke dam? Die dam. Oké. De bestuurder moet wel levensmoe zijn, want hij scheurt met hoge snelheden onder de gesloten spoorbomen door. Surveillanten Rob en Patrick spreken de bestuurder aan. Ruup, ik vind het wel lachen bij met de BR120, 442, 261, klas 170. Zo de zonder je heb je veel. Scenario's buiten 2 uur doen of een 6 minuten scenario. Nou, dat valt wel redelijk mee. Extreme bad joke. Hashtag, ja. Vandaag bij Westmisbruikers, de nieuwe presentator. Koploper Mouw. Nou, eigenlijk zal het zijn. Vandaag bij Westmisbruikers. Deze bestuurder die een beetje levensmoe is. Ah, niet zo'n klein beetje, oké. Okay. Goeiedag, hè. Nou, nu op weg naar die dam. En daarna nog eventjes naar Zevenaar heen. Uiteraard, station Arnhem gaan we natuurlijk niet naartoe. Koos, de bestuurder die we net zagen. Blik op de weg is veel beter dan wegmisbruikers. Ja, goh, ik weet het niet. Ik kijk naar heel veel van die programma's. Je hebt op RTL 7, heb je elke avond heb je iets. Stop politie of zoiets dergelijks. Dan heb je nog wegmisbruikers, vind ik ook wel leuk. Je hebt zoveel blik op de weg, kijk ik persoonlijk niet zo heel erg veel naar. Maar je hebt zat programma's eigenlijk waar je naar kunt kijken als het om die politie dingen gaat. Jammer dat Leo de Haas producties failliet is. Oh, dat was zeker voor me voor blik op de weg of zo. Als er een trein is, zie ik graag zo de BR155. Ja, de BR155 is inderdaad ook een hele mooie trein, dat klopt. Wie kijkt de Railway? Dat programma ken ik op zich nog helemaal niet eigenlijk. Te weinig werk. Oké, verdorie, jammer. Ik vind het wel jammer, maar ik kijk, het is op YouTube. Daarvoor is YouTube natuurlijk, hè. Kun je die dingen altijd lekker terugkijken. Spoorwegmisbruikers. Die vind ik wel leuk op zich. Het zijn inderdaad wel spoorwegmisbruikers, dat klopt. Over een 1,5 kilometer zijn we bij station Didam. Oh, Bert heeft de dvd's van Railway. Moet je nagaan. Best wel veel mensen met Railway inderdaad. Ik heb er bijna 40. Goeiedag, hé. Beetje hobbyen of niet dan?
Björn, hoe kan ik de taal veranderen bij Train Simulator 2016? Zijn genoeg, hoe heet dat voor? Daar heb je heel veel uitleg voor. Darkness Monster, succes met eten maken en misschien tot later. Wie weet. Pas op voor die dam bij uitstappen. Ja, tuurlijk, of niet dan? Pas op voor die dam. Oh. Hoe laat moeten we hier zijn? 20 officieel gezien, oké. Okay. Oh, kunnen we een beetje naar het midden van het perron inrollen. Zo. Doen we de deur open hier. En dan mogen wij hier om 21 mogen wij vertrekken. Volgens mij komt er al een tegemoetkomende trein aan, want ik hoor die hefbol of die deze beste jongens gaan omlaag namelijk. Toch dat zijn oprijden. Ja, had ik de volgende keer wel kunnen doen inderdaad, maar ach. Geen bakbord is einde perron. Is dat zo? Ja, wist ik namelijk niet. Oh. Ik wist dat serieus niet hoor, NL-jur. Dat als je geen bakborden hebt, dat je dan tot einde perron moet rijden. Ik moet ook heel veel dingen nog leren hoor, daar niet van. Er lag iets onder mijn bureau, maar ik wist niet wat het was. Toen zag ik in één keer dat het gewoon een kabeltje was. Huh. Maar dan weet ik ook in ieder geval voor de volgende keer. Als er geen bakborden staan, moet je gewoon tot het einde van het perron doorlopen. Of doorrijden. Nou, duidelijk. Ja, nou gaat het zijn op groen. Ga nu eens even naar. Nou, wacht even tot de spoorbomen naar beneden zijn. Die zijn naar beneden volgens mij. Mijn ervaring zegt dat bakborden niet heel consistent geplaatst worden. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ga je hierna nog met de jet train? De jet train die komt er voorbij, daar hoef je niet bang voor te zijn. We gooien ons altijd de livestream uit, hè? Ho! Ah, pleuris. Even niet opgelet. Ja, ja, ja. Moeten we die dingen weer legen? Zo. Prima. En doorgaan. HC9292, door de man. Ja, ja. Doei. Ga met de mat 64 op Kennemerland. Daar ben ik net geweest. Ik ben net op Kennemerland geweest, joh. Nee, hè, weer ontslagen. Ja, verdeur je nog aan toe. Het gaat maar niet goed, hè. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Ik wil er wel even op 100 rijden, zo. Please, ken je René Harmens van Eurorails? Die ken ik nog niet, maar ik zou die link zo meteen eventjes bekijken. Goedendag, machinist, hier uw teammanager. Ik zag in de ritregistratie dat u een Doorneman ingreep had. U mag morgen bij mij op gesprek komen. even serieus, NL-jur, is dat echt zo? Als je een Doorneman hebt, moet je dan serieus op gesprek komen bij je team manager? Kijk, ik weet natuurlijk nog niet alles. Want ik weet echt niet of het of je nou echt dan zo'n... Als je een noodrem krijgt, of je nog echt dan, hoe heet dat, bij je teamleden moet komen. Nee hoor, één keer door de man hoef je niet meteen op gesprek te komen, oké.
Als je één keer hebt niet, maar als het vaker gebeurt, gaan ze zich afvragen wat er aan de hand is. Ja, tuurlijk, dat geloof ik wel. René heeft toevallig deze maand een watloper special uit 1996. Nou, dat is wel even de moeite waard om te kijken dan in dat geval. Zo, dames en heren, wij komen in de buurt van station Zevenaar. Eindpunt van deze trein. En tegenwoordig zien ze alles, behalve bij een MAT64 en SGM. Want die hebben geen ritregistraties. Oh, kun je daarvoor mooi alles lekker onderuit komen? Als je bij Breng ontslagen wordt, ga je maar bij de NS terugwerken. Dat kan ook. Te veel buiten de trein vliegen. Nou, zet even de trein hier netjes stil. Er staan hier wel bakborden. Oké, er staan hier bakborden. 4. Waar? Oh, vies achter het hokje, tuurlijk. Goeiedag zeg. Zo, station Zevenaar, dames en heren. Laat even mensen hier uitstappen. Zo, even alles uitzetten. Zo, alles uit. Prima. Dat scenario voor deze ook ten einde.